Dames en heren, welkom bij Hoodfights 7. Dames en heren, welkom bij Hoodfight 7. Jongens, ik heb het even de regels uitgelegd. Jullie kennen de regels, speel ook bij de regels. Hou je aan de regels, respecteer elkaar. We gaan beginnen, groeten jullie er zelf voor. Mogen de beste winnen. Ja? Tijd, ready? Ja, vechten, ready? Ja. Ready? Oké, let's go. Geen soortje vasthouden ook, ja? Geen soortje vasthouden. Ja, ready, ready? Kom maar, we gaan door. Ga door. Tijd. I'm gonna get it done.
Dat was Hoedvaart 7 in de tweede partij, helaas vanwege conditioneel gebrek. Gaat de winst naar Magic Lucas. Ik sta met de winnaar van vandaag, Magic Lucas. Waarschijnlijk niet de manier waarop je graag wilt winnen. Waarschijnlijk wil je de wedstrijd afmaken of je op KO of TKO. Helaas is het zo gelopen. Je hebt wel kunnen laten zien wat je allemaal kan. Heb je er interesse om in de toekomst vaker deel te nemen aan Hoedvaart Amsterdam? Ja, ik zou graag gewoon volgende met als kan met de Wolf. Ik zou graag met hem. Echt goed. Ik heb motivatie. Ik heb een paar keer hem gezien. Dat is echt mijn lievelingsdoel op dit moment. Want ik zou graag met hem gewoon spelen. Mijn tijd. Ik voel me al klaar. Mijn tijd, mijn plaats. Ik voel me al thuis. Dus ik zou graag gewoon met hem binnenkort. Als het goed is. Dat is mijn lievelingsdroom op dit moment. Oké, mooi. Dus er zijn ook mensen thuis die jou ook gewoon berichten. Want het verschil tussen jou en de Wolf is ongeveer 20 kilo. Juist. Wordt een beetje moeilijk. Maar zijn er andere mensen van jouw gewicht thuis die ons een bericht kunnen sturen als ze interesse hebben om een partij tegen jou? Ja, kan. Ik ben geïnteresseerd. Ik ben geïnteresseerd. Ik wacht gewoon op echt goede kozen. Oké, dames en heren, dat was de winnaar van vandaag, Magic Lucas. Magic, bedankt. Bedankt voor alles. Wel thuis en tot de volgende keer. Is goed. Ja? Dankjewel. Ja,